Blog 2. 7 trends die jij als spreker moet volgen. Weet wat je zegt en weet waarover je spreekt. In de live bijeenkomsten van de Basiliek in Veenendaal gebruikte Hugo Bakker een flip over. Hugo wist waar onze interesses lagen en bracht zijn boodschap effectief over door de juiste zaal te kiezen, de juiste geluidinstallatie te gebruiken en de juiste kleding te dragen. Hij heeft het talent om zichzelf te zijn, maar zodra hij zijn training begon, was het eerste woord dat hij zei, nou. En dat kwam herhaaldelijk terug in zijn betoog. Er was een brutale logopediste in zijn groep die hem erop wees. Begon luisteren. Hij heeft nooit meer het stopwoord nou gebruikt. Weet waarover je het hebt. Dan stapt de luisteraar die het woord jou ook. Stotter je, zeg je, nou, dan voelt de luisteraar dat je niet weet waar je het over hebt. Werk eraan en klink vol zelfvertrouwen, dan klinkt jouw stem heel anders dan dat hij tot nu toe deed. Maar houd die stem zoals hij is, want de stem verandert een leven lang. Blog 2. 7 trends die jij als spreker moet volgen. Trend 1. Spreek alsof je het ter plekke verzint. Leer lezen van de teleprompter alsof je het ter plekke verzint. Met de Desview teleprompter neem ik al mijn video's op. De tekst staat in spiegelbeeld in de app Prompter Pro in de mobiele telefoon. Die ligt horizontaal op de teleprompter. De tekst wordt op de Desview teleprompter gespiegeld, zodat ik het kan zien. Dan speel ik de tekst af op de snelheid die maakt dat het lijkt alsof ik de woorden verzin. Maar ik lees het voor als een nieuwslezer of een filmacteur.